Ja, en bij mij in de studio's Tinnesoens van SPA. Meisjes zijn vaker het slachtoffer van natuurrampen en klimaatverandering. Leg dat eens uit. Ja, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld na de tsunami in 2004 in Indonesië gezien dat er 4 keer zoveel vrouwelijke slachtoffers, dodelijke vrouwelijke slachtoffers zijn dan mannen. En dat komt vooral omdat meisjes en vrouwen eigenlijk niet voorbereid zijn op een klimaatramp. Door gendernormen leren ze bijvoorbeeld veel minder om te zwemmen, om te klimmen, maar leren ze bijvoorbeeld ook de waarschuwingssignalen niet dat er een ramp op komst is. Vandaar dat grote aantal vrouwelijke slachtoffers, ja, en dat baart ons toch wel zorgen. Eigenlijk ja, is dat toch wel een zeer erge vorm van ongelijkheid, dat vrouwen daar extra slachtoffer van worden na een klimaatramp. En daarom maakt u een prioriteit van onderwijs. Zegt u, onderwijs moet, moet een prioriteit worden? Ja, onderwijs is daar natuurlijk zeer belangrijk in. Het is eigenlijk de belangrijkste schakel om kinderen en jongeren en dan vooral meisjes te leren omgaan met klimaatsverandering, met de gevolgen van klimaatsverandering, hoe ze zich kunnen aanpassen ook naar mogelijke nieuwe jobs die ontstaan door de klimaatsverandering, maar ook hoe ze kunnen leren omgaan met mogelijke rampen, hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden, dat ze zich in de toekomst beter zelfredzamer zijn en dat zij minder slachtoffer worden als er een ramp gebeurt, dat zij daar beter op voorbereid zijn. En dat zouden ze dan leren in zo'n Safe and Green Schools? Ja, er zijn eigenlijk drie dingen dat zo'n Safe and Green School wil doen. Eerst en vooral is de kinderen en jongeren zelf voorbereiden op de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Twee, ook om de gemeenschappen die rond zo'n school liggen, om ook hen concrete acties te laten doen. We zien dat bijvoorbeeld hier in Vlaanderen, dat kinderen en jongeren hebben leren sorteren op school en dat zij hun ouders en hun grootouders op thuis dan ook leren sorteren. Vandaar dat die school toch wel ook zeer belangrijk is. En dus niet alleen in Vlaanderen, maar ook in ontwikkelingslanden. En drie, om ook kinderen en jongeren voor te bereiden als er een klimaatramp gebeurt, zodanig dat zij zich kunnen redden en zelfredzaam zijn daarbij. Maar Vlaanderen heeft geen projecten rond die Safe and Green Schools. Nee, ik heb... Dus blijft het een gebreken? Ja, ik heb die vraag gesteld aan de minister, omdat in Zuid-Afrika klimaatsverandering een prioriteit is voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Er gaat daar best wel wat geld naartoe en terecht. En ja, je voelt toch dat de rol van het onderwijs daar eigenlijk veel te weinig wordt in meegenomen. Hij sprak over projecten die worden gedaan met een uitwisseling tussen universiteiten van Zuid-Afrika en Vlaamse universiteiten, wat uiteraard een zeer belangrijk is, maar volgens mij moet het toch nog meer kunnen. En denk ik ook dat de Safe and Green Schools ook een belangrijke rol kunnen spelen in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. En zeker in Zuid-Afrika, waar klimaat sowieso al een prioriteit is. Ja, hij zei ook dat die genderongelijkheid, dat ze daar niet op inzetten, maar dat het wel onrechtstreeks door al die projecten heen loopt. Is dat dan niet voldoende? Ja, ik denk dat je toch nog meer aandacht daaraan moet schenken. Het is wel goed dat het in alle projecten wordt meegenomen, maar we zien wel als je het niet effectief benoemt, dat het toch moeilijk is om daar extra aandacht voor te krijgen. Dus ik heb toch opgeroepen aan de minister-president om daar om dat extra te gaan benoemen, dat meisjes, dat vrouwen extra kwetsbaar zijn als het over klimaatsveranderingen gaat. En zeker in Zuid-Afrika, waar klimaat de prioriteit is, denk ik dat we daar vanuit Vlaanderen extra kunnen op inzetten met de budgetten die we hebben. En heeft hij daar oren naar? Wel, er komt blijkbaar een project met de VVOB. Dat is een Vlaamse ontwikkelingsorganisatie die specifiek op onderwijs inzet. Dat is nog niet beslist, dus ik hou het in het oog in hoeverre daar onderwijs en klimaatsverandering, in hoeverre dat daar zeer sterk in zit. Ja, en dus wat hoopt u voor deze legislatuur nog en de volgende? Wel, ik hoop deze legislatuur dat project van VVOB dat effectief ook rekening houdt met die klimaatsverandering en dat meisjes daar extra aandacht krijgen. En ik hoop uiteraard in de volgende legislatuur dat onderwijs een prioriteit wordt, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Oké, dankjewel Tinnesoens van SPA. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.